En ik heb 3 pannenkoeken. Ja. Woehoe, Teddy! Het is Turkije, maar het voelt als Thailand of zo. Zo mooi. Jongens, hoe ging het? Moes. Hoe ging het? Moes. Het gaat steeds harder, Kim. Your daddy is from Turkey. Mommy is from Russia. So where are you from? I'm not from Russia. Oh, you are complicated now. Yeah. What's your name? And he is from Netherlands. Yes, you. Very good. And after? Netherlands. From Netherlands? Yeah, Muk. Yes. And you. Very good. And mommy, where are you from? Winnie Marble. Voorzichtig. Wow. Ah, goed gedaan, Muk. Ja, dat doen we ook, dat doen we ook. Wacht. Ted, ik ben uit een echte zand verrapt. Nou, ga maar daarin, Ted. Wow, Muk! Kijk uit, jongetje. Zo. Joep, heb je goed gegeten? Ik moest echt even koelen. Joep, heb je goed gegeten? En Muk? Echt even koelen, hè. Good morning in paradise. Dat weet je, gaat toch nooit meer krijgen. Mickey, mag ik mijn haar zo laten? Ja. Hey, mooi? Ja. Oké. Okay. Ik vind het ook wel mooi. Kom, we gaan. Oké, okay, ja? Ik heb met de pijpen gekomen en mijn mond ligt bij mijn oude tot hier. Oh, ben je aan het oefenen voor onder water zwemmen? Ja. Ik heb nog een. Joop, waarom heb je nog meer pannenkoeken? Ik denk dat ik 2 heb. En die moeten we ook op, hè? En ik heb 3 pannenkoeken. Ja. Teddy. Meubels verplaatsen. Zo. Nou, we zitten nu in een theater. Want de jongens. Joepie. Wat ga je doen? Joep, wat ga je doen nu? Wil jij graag een heks worden? Je moet een auditie doen, hè, voor het theater. Want Ted wil heel graag meedoen, want hij wil graag aardbei worden. Hè, Ted? Kijk eens. Maar ik vind het een beetje spannend. Joep, zo per se. Mooi, hè? Dat gaat nooit meer gebeuren, hè? Zo'n mooi uitzicht. Wauw. Nou, het is hier echt niet normaal mooi. Het lijkt bijna nep. En elke dag van bewust dat dit echt een van de laatste avonden is dat ik dit ooit van mijn leven ga zien. Prachtig.
prachtig, echt. Hier moet je ook naartoe. Gewoon. Het is Turkije, maar het voelt als Thailand of zo. Zo mooi. Wie heb je aan de telefoon? Kom maar. Teddy. Wie is dat? Hallo? Wauw! Jongens, hoe ging het? Goed. We gingen echt als een team, hè? Ja. Hoe deden we het dan? Links, rechts, links, rechts. En waar zijn we overal naartoe gegaan dan? Helemaal naar het huis. Naar het vlot. En toen helemaal naar de Silent Beach. En naar ons huisje. Cool, hè? Echt super goed gedaan. Joep, jij hebt het ook zo goed gedaan. Ik denk dat jij moet gaan kanoën. Jij ook. We gaan zeilen. Ik kan geen foto meer maken, jullie zijn te ver. Woehoe! Joep, hoe was het? Was het cool? Ging je hard of niet? Ja. Nog harder dan met de kano, hè? Ja. Net zo ver, hè? Kijk, Joepelman is weer terug. Zijn vestje afgegeven aan zijn broer. Vertel even, wat vond je ervan? Mooi. Ja? Je hebt vanochtend al mama gekano, nu heb papa gezeild. En je doet het echt heel goed, hè? Ja. Vind jij het leuk op het water met de boot? Ja, maar daar is papa. Ja, hè? Je vindt het alleen niet zo leuk om aan de glijbaan te gaan, hè? Nee. En onder water vind je ook niet leuk, hè? Nee. Kom wel. Kijk, daar komen ze aan. Oh, gaat dat wel goed? Heel hard, hè? Ja, ja. We hebben net onderwatershoot gehad. Met de ogen open, moet je. Nou, zwaai, hoor. Maar de ogen open, oké, ging nog wel. Maar onder die kabels doorstaan. Op een kost heel veel energie. Nou, dat is goed. Ik ook mijn billen openleggen. Ach ja, stoer, hè? Nou, maar gedaan. Dat is fijn, maar mezelf zo terug. Maar is dat grappig, je moet buitenland altijd er wat van vinden natuurlijk, dat je naar Nederlandse grappig gaat. Lachen. Kijk, dit is echt perfect. Lachen. Tussen hier achter mij de fotoshoot. Wat is dat? Dit. Kijk eens daar. Hey. Mooi, Ted. Teddy. Kijk eens. Ooh. Oh my god. Maybe we have to put that as last. Wat voor cadeau, hè? Een groen cadeau. Een groen cadeau.
Echt, dat was leuk, hè? Ja, hè? Zo trots op jullie. Oh, wat was je zenuwachtig. Zo huilen.